5 mei 1945. Rotterdam lag in puin. Tienduizenden doden, honger en armoede. Maar de oorlog was over. Heel Nederland was bevrijd. En er was weer een toekomst. Minister-president Willem Drees nam het voortouw. En samen met de burgers werd Nederland stapje voor stapje een heel welvarend land. Sinds 1945 is de levensverwachting met 20 jaar toegenomen. Gemiddeld verdienen we 3 keer zoveel. En Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld. Iedere minister-president, van Den Uyl tot Van Agt, Kok, Balkenende, Lubbers en Rutte, allemaal hebben ze hun steentje bijgedragen aan Nederland. Want het ging nog nooit zo goed. Nooit waren we welvarender, gezonder en gelukkiger. En het is al 74 jaar vrede. In vredestijd vinden veel mensen oorlog voeren leuk. Het is iets wat we tijdens de pauze op school bespreken. Welke geweren heb jij? Speel je liever met een tank of met een straaljager? Op de computer dan. Want de politiek heeft ervoor gezorgd dat wij deze computerspelletjes in vrede kunnen spelen. En als we verliezen, dan staat er 's avonds gewoon het eten op tafel. Als je vader zijn duim breekt bij het repareren van zijn fiets, dan is er een ziekenhuis. En als jij vindt dat Mark Rutte een lelijke neus heeft, dan mag je dat gewoon zeggen. Het gaat goed in Nederland. En nee, dat is niet vanzelfsprekend. Kosovo, Srebrenica, de Krim. Oorlog is er altijd en overal. Niet ver weg, ergens in Afrika. Nee, dichterbij dan een vakantie naar Turkije. Steeds weer is er oorlog in Europa. De Tweede Wereldoorlog was wat dat betreft niets bijzonders. En wat ook niets bijzonders is, is dat als mensen bang zijn en ze zich zorgen maken over de toekomst, dat ze dan een sterke leider willen. Iemand die zegt waar het op staat. Een charismatisch persoon die opkomt voor de hardwerkende burger. Nederland voor de Nederlanders. Ook de Duitsers wilden zo'n sterke leider. Eigen volk eerst, beloofde hij. Alle problemen die kwamen door de Joden, de Zigeuners, de homo's, de gehandicapten. Alles en iedereen die afweek moest eraan geloven. Eigen volk eerst. Democratisch gekozen. Mensen stonden te juichen voor Hitler. Hij zou Duitsland bevrijden van alles wat niet echt Duits was. En we weten hoe dat is afgelopen. Nooit meer oorlog, klonk het in 1945. Nooit meer zouden we stemmen op een leider die alleen maar zei wat het volk horen wilde. Saamhorig, sociaal en tolerant moest de samenleving zijn. Dat was de toekomst van mijn opa en oma. Maar wat is mijn toekomst? Ik maak me zorgen en ik ben niet de enige. Veel mensen in Europa willen opnieuw een sterke leider. Opnieuw iemand die roept dat de problemen altijd door de anderen komen. De Europese Unie krijgt de schuld. Of de immigranten. Of misschien toch de Chinezen maar weer. En opnieuw staan veel mensen te juichen. Ik weet niet wat mijn toekomst is. Maar ik weet wel wat voor toekomst ik wil. Ik wil wonen in een land waar de politiek ophoudt met anderen de schuld te geven. Door Europese samenwerking is het al 74 jaar vrede. En ja, dat kost geld. 2 tientjes per maand. Maar door Europese regelgeving is mijn diploma straks overal geldig. Kan ik gaan wonen en werken waar ik wil? Hebben we hier veilig eten en vrede? Dus, politici, stop met zeuren. We moeten niet zeuren, we moeten wat gaan doen. Plastic in de oceanen, klimaatverandering, Brexit, zeespiegelstijging, luchtvervuiling. Gaan we daar anderen de schuld van geven? Of gaan we samenwerken om het op te lossen? Ben jij goed in wiskunde en natuurkunde? Ik wil een elektrisch vliegtuig. Ben jij goed in talen? Ga die oliesheiks dan eens uitleggen dat we ze niet meer nodig hebben. Want die olie die raakt toch wel op. Dus daar kunnen we maar beter nu vanaf. Ben jij creatief?
ontwerp dan eens een mooie windmolen. Iedereen kan bijdragen aan samenwerking en vrede in een betere wereld. En juist voor de jeugd is dat belangrijk. Want wij willen ook nog 74 jaar vrede. Veel problemen die er zijn, kunnen alleen opgelost worden door samenwerking. Dus laten we elkaar helpen. Want anderen de schuld geven, daar komt alleen maar oorlog van. Dank jullie wel.